Als werknemer kan je voor ervaring, kennis en bijscholing doorgaans terugvallen op je bedrijf of georganiseerde opleidingen. Maar wat als je zelfstandig ondernemer bent? Toen ik vorig jaar met On the Record begon, mijn communicatiebedrijf, was dat eigenlijk een beetje als het diepe springen. Zo. Dus ik ben dan op zoek gegaan naar organisaties en instellingen waar dat ik eens kon gaan aankloppen voor hulp, voor goede tips en zo. Uiteindelijk schreef Christine zich in voor het mentor-mentee-programma van Markant. Ik heb een profiel moeten opstellen van, kijk, wat wil je doen, waar wil je naartoe, wat verwacht je van een mentoring. En op basis daarvan hebben zij dan een geschikte mentor gaan zoeken. De bedoeling van het programma was om ervaringsuitwisseling te doen van mensen die meer ervaring hadden. Maakt eigenlijk niet uit welke sector, om die uit te wisselen met mensen die minder ervaring hebben, die startend zijn, om zo rond concrete projecten of punten te kunnen werken. In mijn geval was dat dan Karin Zoons en daarmee ben ik wel met mijn gat in de boter gevallen, want ze heeft de Women Award gewonnen een tijdje geleden. De mentee was niet uit de eigen sector. Voor mij was dat een bewuste keuze. Dat had even goed gekund, maar ik wou dat eigenlijk niet doen. Omwille van het feit dat dan is het te veel dat je misschien jezelf, je kennis wil beschermen. Zodat je niet de onbevangenheid hebt om je know-how uit te wisselen of je ervaringen. Zij deed binnenhuisinrichting, ik communicatie. Wij zijn alle twee dienstverleners, dus in die zin ligt dat wel min of meer in dezelfde lijn. Van de andere kant vond ik het voor mezelf ook veel verrijkender om eens uit een totaal andere sector iemand te ontmoeten en te zien hoe dat in zijn werk gaat. Dus het is eigenlijk ook een uitwisseling van de ene naar de andere, van de andere naar de ene natuurlijk. Wat ik heel belangrijk vond dat we samen gedaan hebben, is een businessplan opgesteld. Ik had dat uiteraard wel al in mijn hoofd waar ik mee On the Record naartoe wou, maar we hebben dat dan echt formeel op papier gezet en dan besef je toch dat er dingen zijn waar dat je dieper moet over nadenken. Zo, dat was echt super. Gewoon met er met iemand kunnen over praten, maakt het soms heel concreet voor de anderen en heeft hij zo dikwijls op het einde iets, eigenlijk nu zie ik het wel zitten, van dat zo of zo te doen. Maar kan men deze kennis niet gewoon leren tijdens een opleiding bedrijfsmanagement? Ja, in de opleiding is het allemaal puur theoretisch uiteraard en is het allemaal mistig. Het is van het ogenblik dat je zelf begint, ik heb het ook zo ervaren, dat er 101 vragen zijn en dat het dan heel leuk is dat je gewoon de stomste vragen het eerst, en het zijn juist die stomme vragen die je soms vastzetten. Wat dat mij vooral geholpen heeft bij die mentoring is de praktische tips eigenlijk en dingen waar dat je elke dag mee te maken krijgt en waar dat je gewoon is, die je gewoon eens wilt voorleggen aan iemand van kijk, hoe zou jij dat aanpakken of hoe moet ik dat nu, wat moet ik daar nu mee doen? Theorie is een heel goede kapstok, maar uit de theorie komen dikwijls situaties dat je toch niet weet concreet hoe je iets moet aanpakken. En in die zin is dat een van onschatbare waarde eigenlijk, dat je zo eens een klankbord hebt van leg me nu een keer uit hoe dat jij dat hebt opgelost. Zo. Maar ook als mentor ben je soms op zoek om nog bij te leren bij een eigen mentor. In ieder geval zou ik iemand graag hebben, misschien ook niet uit de eigen sector, maar die veel meer ervaring heeft en een groter bedrijf heeft dan mezelf. Wil jij ook je licht laten schijnen over het mentorschap? Surf dan naar vacature.com/mentor.